Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Terwijl ik hier op mijn kamertje zit met mijn wetboek en mijn automatische verwarming, dat is echt heel cool, is het ook alweer bijna kerst. Tenminste, blijkbaar mag je dat vanaf 1 november zeggen. De dag dat ik dit opneem is 19 november. Dus ik heb al 19 dagen het recht om te zeggen dat het bijna kerst is. En daarom gaan we vandaag reageren op de holiday special van The Guardians of the Galaxy. Concluderen dat Marvel in fase 4 bezig is met een hoop bizarre projecten wat betreft hun superhelden. Zo had je bijvoorbeeld een soort sitcom-serie over twee Avengers, genaamd WandaVision. Je had Mrs. Marvel, wat gewoon gaat over een meisje die ook naar school gaat, zoals jij en ik. Tenminste, ligt eraan wie er kijkt. Ik weet natuurlijk niet altijd met wie ik interact op dit moment. Maar ook gewoon hele normale series zoals Loki die weer terugkomt of The Falcon and the Winter Soldier. Harm is de beste herinnering met mij. Ja, exact dat. Sowieso dat ik The Falcon and the Winter Soldier kreeg, mensen. Echt een goede val. Maar dit project, wat het einde van fase 4 zal zijn, is wel een heel interessant project. Het is namelijk een film van The Guardians of the Galaxy, die zich afspeelt tijdens kerst. Laten we gauw gaan kijken naar de trailer. I just saw on the calendar that right now on Earth it's almost Christmas time. We don't have time for trivialities like Christmas. But Peter's so sad about Gamora being gone. Maybe if we go to Earth for a really wonderful Christmas gift, it would make him happy. Something special he will never forget. What about someone special? We're looking for the legendary Kevin Bacon. We're looking for the legendary Kevin Bacon. I just said that, Drax. But your voice is small and mousy. I think maybe he didn't hear you. You're coming with us as a Christmas present. Oké, als eerste, het wel echt een heerlijke trailer die je zo'n feel-good gevoel geeft. Dus dat vind ik echt super leuk. Ik vind het leuk dat echt bijna alle karakters van eerdere Guardians of the Galaxy films erin voorkomen. Ik vond het wel even wennen om Kraglin te zien met die nieuwe Finn ofzo. Dat ziet er bij hem toch een stuk enger uit dan bij Yondu destijds. Verder ziet hij er gewoon super gezellig uit. Echt zo'n heerlijke film om te kijken met de hele familie en zo. En ik zag al een stukje op internet voorbij gaan waarin de producer van deze film zegt dat hij het echt typisch zo'n film vindt die elk jaar weer bij kerst gekeken wordt. Dus hij lijkt me echt heerlijk. Normaal zou ik jullie natuurlijk op dit moment bestoken met allemaal gekke fantheorieën over wat er allemaal gaat gebeuren. Mijn theorie 1 is dat Bucky Barnes, a.k.a. The Winter Soldier, voor gaat komen in deze film. Alleen het is zo'n ander verhaal dan normale films van Marvel, dat het eigenlijk lastig te zeggen is wat we allemaal kunnen verwachten. Ik vond het wel weer wennen dat Groot weer heel erg gegroeid was na Endgame. Dat was toch even dat je denkt van die wordt weer groot en eng. Bijna iedereen vindt Groot leuker in de tweede film dan in de eerste. En in de eerste is hij echt die oude versie waar hij nu weer naartoe groeit. En in die tweede is hij die hele schattige versie. Dus daar ben ik nogal benieuwd naar hoe dat verder gaat. En dit wordt natuurlijk ook een soort klein opzetje richting de Guardians of the Galaxy film die in mei volgend jaar, 5 mei volgens mij, in de bioscoop. Dat wordt vast ook een hele leuke film. En daar ga ik ook met ontzettend veel plezier waarschijnlijk weer heen.
Laat het zeker weten als jullie de Guardians of the Galaxy Special Presentation Holiday Special gaan kijken op Disney+. Laat het ook zeker weten als je die met mij wil kijken. Ja, 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 echt. En dan hoop ik heel erg dat ik jullie bij deze geïnfluenced heb om hem te gaan kijken. Zodat ik dat heerlijke kerstgevoel die ik kreeg van deze trailer weer door kan geven aan jullie. Dan zie ik jullie allemaal komende maandag bij Ant-Man 2. Hoehoe, mijn nieuwe video, mijn nieuwe vlog, 176. Dat is echt heel leuk. En tot ziens, tot later.